Ik denk dat het ontzettend belangrijk is, omdat net zoals dat er jongeren moeten zijn, hè, er moet eigenlijk elke groep moet vertegenwoordigd worden in zo'n gemeenteraad. Dus er moet echt een afspiegeling zijn van je stad. Daarom zou het ook niet goed zijn als de gemeenteraad alleen maar vol zit met jongeren, want dan mis je weer die stem van wat oudere mensen of van mensen die al lang in onze stad wonen. Dus ik denk dat ik een toevoeging ben aan de afspiegeling van onze stad. Ik ben Iris Scholeks, 22 jaar en ik kom uit Maassluis. Ik ben op mijn 14e lid geworden van de Jonge Socialisten. En was dus ook, toen ik raadslid werd, ook al lid van de PvdA. Nou, ik zag eigenlijk in de stad op verschillende manieren ongelijkheid opstaan. Ik zag bij vrienden van mij die Maassluis uitgingen omdat ze geen woning konden krijgen. Ik zag om me heen dat de theaters die wij hebben en de cultuur, dat niet meer was wat het was toen ik echt een kleine meid was. En daar wilde ik heel graag wat aan doen. Ik vond veiligheid ook een ontzettend belangrijk punt. Echt wel veiligheid voor jonge meiden op straat. En ik viel me op dat het daar eigenlijk nooit over ging in de gemeenteraad. Ik volgde de gemeenteraad niet heel erg, maar als ik er iets over hoorde, dan ging het voor mijn gevoel vaak over bomen of over een verkeerslicht. Terwijl ik wist dat de gemeenteraad veel meer dan dat was. Dus ik dacht, ja, als ik daar iets aan wil veranderen aan dat beeld, dan moet ik daar wel zelf deel van uitmaken. Dus ik vond het echt een taak voor mij om wat meer die plek voor jongeren te creëren. Ik heb heel lang getwijfeld of het wel echt wat voor mij was. Ik dacht, hé, het is toch een vergaderzaal met een hoop oude mannen in mijn beeld. Die allemaal, nou, wat ik zei, over dingen praten die ik niet zo belangrijk vind. En toen heb ik een paar keer een gemeenteraadsvergadering bijgewoond. Dat werd onze fractievoorzitter ontzettend gemotiveerd van kom nou een keer en dan zie je het zelf. En toen zag ik ook dat het over jeugdzorg ging. Dat het over grote problemen in de stad ging. En toen dacht ik, ja, hier wil ik onderdeel van uitmaken en hier wil ik ook wel echt wat in veranderen. En vond ik ook dat er nog een geluid miste. Ik zou tegen iemand die nog twijfelt zeggen dat ik dat heel goed snap. Ik heb zelf ook heel lang getwijfeld of ik het wel kon, of ik wel genoeg durf had, of ik wel genoeg kennis had. Maar het zal je echt meevallen hoe veel je weet en hoe een ander perspectief jij kan brengen in zo'n gemeenteraad. Dus ik zou vooral zeggen, durf het en doe het ook. En stel je gewoon kandidaat en kijk wat eruit komt. Mijn twijfel zat het meest bij of ik wel genoeg kennis had. En dus je moet ook wel een aantal technische kennis hebben op als je raadslid wil worden. En dat had ik gewoon simpelweg niet. Ik ben daarmee omgegaan door van tevoren heel goed te bepalen wie wil ik allemaal als mentor en wie wil ik allemaal spreken op het moment dat ik het ga doen. En toen ik werd verkozen, ik ben uiteindelijk met voorkeurstemmen verkozen, dus kwam in die zin ook een beetje als een verrassing dat ik gelijk raadslid werd. Toen ben ik al die mensen gelijk bij elkaar gaan brengen en gezegd, jullie moeten me alles vertellen wat in de afgelopen 10 jaar hier gebeurd is, want ik weet het niet. En dat was een ontzettend goede hulp. Je krijgt dat 100 pagina's per week naar je toe, terwijl het is zonde om alleen dat je raadslidmaatschap te laten zijn. Dat is één niet zo leuk, want je moet heel veel lezen en je ziet weinig van wat er gebeurt. Maar pak zo'n stuk, neem daar de hoofdthema's uit en ga vooral in de stad vragen wat mensen ervan vinden. Dat is wat ik steeds meer heb moeten leren om te doen. Nou, ik denk het zit wel heel erg in mij om te kijken wat niet alleen wat heeft dat voor politiek gevolg, maar hoe kan ik dat politiek gevolg zo draaien dat het de sociaaldemocratie uitkomt. Ja. Maar tuurlijk, je legt dat, en dat doe je ook met je fractie, je legt dat altijd naast de lat. Van wat betekent dat voor de mensen waar wij het voor doen. Je staat als het goed is midden in je stad. Je houdt van je stad. Je vindt het belangrijk dat daar iets gebeurt, anders moet je het niet doen. En die verandering die kan je elke week zetten.